mensen. Vandaag gaan we een pijlenboog maken. Wat heb je ervoor nodig? Je hebt touw nodig. Ik heb een soort van een beetje elastiek, rekbaar touw. Een PVC-buis kan je bij de gamma kopen. De touw kan je ook bij de gamma kopen. Een zaagje, die heeft je vader of moeder denk ik wel. Een schaar en een aansteker. En een schroef en een boormachine. Nou, laten we beginnen. Dus eerst heb je de zaag en de PVC-buis. Dus dan ga ik nu even een gleufje maken. Dus tot zo. En ik heb nu een gleufje erin. Het ziet er zo uit. En aan de andere kant precies hetzelfde. Een gleufje. Dan ga ik nu aan de andere kant een gleufje maken. Dus tot zo. Zitten er nu twee gleufjes in. Hier. En daar. En hier hetzelfde. En dan moeten we nu het touw op lengte doen. Hier is het touw. En dan doen we hem als eerst hier zo. Dan maken we als eerst een knoopje erin. Een knoopje. En dan nog een knoopje. Nog een knoopje. Oké. En drie knoopjes, dat het een beetje een groot knoopje is. Doe je hem hier zo tussen. Door die twee gleufjes. Het zijn een beetje te kleine gleufjes, dus ik moet een beetje hard drukken. Nou, ik ga hem erin proberen te krijgen, dus tot zo. Go. We hebben hem erin gekregen met het knoopje. En dan pak je nu de schaar. En kort je dit af, zo. Zo, en dan pak je de aansteker. En dan doe je het aan. En dan zo, precies bij dat dingetje waar je hebt geknipt. Waarom ik dat doe, is dan gaat hij niet afkruimelen. Dus dat hij dan het touw er vanaf gaat. En dan, dan is hij kapot. En dan pakken we nu de andere touw weer. En dan doen we die helemaal zo. En dan gaan we deze zo in het gleufje doen. Dus 1. En dat is 2. En als deze nou niet strak genoeg is, dus dat je geen pijl hiermee vanaf kan schieten. Ik denk het niet. Want ik heb er nog één gemaakt. Dit is een voorbeeld. Er zit al een schroef in en hier kan je al met de pijl schieten. En deze is zo strak en deze is zo strak. Dus deze moet iets strakker. Dus dan trek je eentje eruit. Dat is de voorste. Of je trekt ze allemaal eruit. Allebei. En dan zo. En dan trek je hem strakker. En dan doe je hem weer in de gaatjes. En dan is hij strakker. En ik denk dat het zo wel goed is. En dan doe je hier zo weer een knoopje. Nou, eerst. Ik kort hem meteen af. Nu hier zo. Zo. Nu kan ik er denk ik nog wel een knoopje maken. Zo. Dan maak ik er nu hier zo'n knoopje in. Is goed. Zo, ik maak er weer een knoopje in. En dan knip je hem weer vanaf. Zo. Zo, dan pak je weer de aansteker. Dat het niet afkruimelt natuurlijk. Zo. Een beetje veel wind. Kijk,
vet, hè? Ja. En dan zit hij zo vast. Die is denk ik al opgedroogd. En dan zit het er nu al zo uit. Dit is eigenlijk al een pijlenboog. Alleen om het makkelijker te maken om hem te schieten, doen we hier zo nog een schroefje in. Kijk, hier bij een voorbeeld. Zit hier een schroefje. En dan kan je zo je pijl erop leggen. Dus dan pak je de schroef. En die ga je met de boormachine erin boren. Dus even kijken. Ik ben rechts. Dus dan doe ik het schroefje ook rechts. Daar zo. Als eerst even een gaatje maken dat je hem er goed in kan boren. Je vader kan hier ook bij helpen of je moeder. Nou, ik ga even dit knoopje erin doen. En dan zie ik jullie zo. Ja, we hebben de schroef erin. En dan ben je eigenlijk bijna klaar. Maar nu is hij zo. Dan moet je natuurlijk nog peilen. Ik heb er al 2 gemaakt. Maar gewoon bij de gamma. 2 van die ronde stokjes. En dan gewoon door de helft zagen. En dan scherp puntje eraan maken. Gewoon met een zaag of een mesje. Kan ook met een puntslijper. Ja, dan ben je eigenlijk klaar. Dus dit is hem nu geworden. En hier de pijl. Dus we gaan hem even afvuren. Dus tot zo. Doei! We zitten hem nu een puntje te maken. Ik doe het altijd zo op stenen. Dan komt een lekker goed puntje. En zo. Nou, zoals je ziet zit er nu best wel een goed puntje aan. Dus we gaan hem nu afvuren. Ja. Nou, ik doe de pijl er zo op. Gaan we nu proberen in dat bord te schieten. Gaat ie. 3, 2, 1. Ja, ik raak. Oeh. Maar raak je van de 4 hier. Maar dan moet er nog iets scherp puntje aan. Nou, we gaan hem weer even weer een goed puntje aan maken. Dus doei. Oké, ik heb hem weer een puntje aan gedaan. Dus we gaan weer proberen te schieten. Ja, 2. Ja, best slecht geschoren, dus we gaan het nog een keer proberen. Wat is dat? Nee. Oké, nog een keer schieten. Ja, hij raakt hem weer. Ergens in de 6 of de 7 hier zo, denk ik. Dus ja. Nog 1 keer. 6. Oh. Dus ja, goede score. Dus bij elkaar 2. Plus 4. Weten jullie het? Zeg in de reacties. En wat was het nou? 6 of 7? Nou, goede score denk ik. Ja, ik sluit hiermee de video af. Dus doei!